Meijer op de achterlijn. Moet de voorzet geven. Richting wie? Richting Weerman! Weerman! Ja! Je merkt vanaf het begin van het seizoen al dat je graag de topklasse wil halen. Loopt het allemaal tegen, maar gelukkig nieuwe trainers erbij met twee neven, Jozef en Hendrik. De sfeer is er weer, de spelers die hebben het goed opgepikt. Nou, einde van de competitie helaas niet gehaald. Maar nu vandaag alles weer gekleurd, weer oranje en het komt op één wedstrijd aan. Ziet er mooi uit. Ja, bedankt. Mijn broertje ook. Je moeder had gemaakt? Nou, al vorig jaar, 2 jaar geleden, hè? WK landskampioen. Okay. Was je er ook al bij? Ja, ik ben elke wedstrijd. Uit en thuis. Hè. En heeft een beetje zin aan vanmiddag? Ja. Gaan ze winnen? Ja, 3-1. Dat zijn echte WK klompen, meneer. Ja, dat zijn echte WK klompen, hè? We gaan ervoor. Alweer, wat weer een mooi seizoen eigenlijk, hè? Ja, een heel mooi seizoen. En wordt nog veel mooier vanavond. Ik ben Heren supporter. Ik ben 38 jaar supporter van WK. En dan ga je mee met de bus? Ja, al vanaf 2009. Al langer. Gaat WK winnen? Ik hoop het. Ik zeg wel tegen... Ja, familie en vrienden van, ja jongens, we hebben het toch leuk en goed samen. Als het, nu zie je echt hoe het leeft hier. Ik ben hier zelf naar geboren en grootgebracht. Ik ben hier, denk wel 5 keer in de week. Dit is, dat moet je voelen. Ja. WK1 mag ingooien, halverwege de eigen helft. Dennis Loer pakt die bal en gaat hem nu gooien. Zo ver mogelijk naar voren. Eleveld moet verlengen. Doet hij ook keurig naar Jan Hooijveld. Die kan de bal niet controleren. En nu gaat de scheidsrechter toch affluiten, denk ik. Hij fluit uit. Na 3 minuten en 20 seconden in de tweede verlenging fluit scheidsrechter Laarhuis af. WK1 gaat door naar de finale. WK1 speelt komende maandag tegen FC Hilversum om een plekje in de topklasse. En heel misschien als RBC tot deze.